In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is daar hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat het geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er is een mens geweest, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige. Hij moest getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden uit Jeruzalem priesters en levieten op hem afgestuurd met de vraag: wie bent u? Onomwonden kwam hij ervoor uit: ik ben de Messias niet. Wie dan wel? Bent u Elia? Vroegen ze. Die ben ik ook niet, antwoordde hij. Bent u soms de profeet? Nee, zei hij. Wie bent u dan? Drongen ze aan. We willen een antwoord geven aan degene die ons gestuurd heeft. Wat zegt u over uzelf? Hij zei: ik ben een stem die roept in de woestijn: maak recht de weg van de Heer, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft. De afgevaardigden die uit de kring van de Farizeeën kwamen, drongen verder aan en vroegen: maar als u de Messias niet bent en ook niet Elia of de profeet, waarom doopt u dan? Johannes gaf hun ten antwoord: ik doop in water. Maar zonder dat u hem herkent, staat hij al in uw midden. Hij die na mij komt, maar wiens schoenriem ik niet waard ben los te maken. Dit alles gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes aan het dopen was. Dag lieve mensen thuis, fijn dat jullie weer kijken vandaag. Om te beginnen even waar het vandaag om gaat. Samen met de Wereldkerk vieren we de derde, ja ik heb het goed, Adventszondag. En dat betekent dat we uitkijken naar Kerstmis. Het feest van de menswording van God. Ieder jaar weer worden we aangetrokken door het licht in donkere tijden. Dat klinkt spiritueel, maar dat gaat verder dan dat. Het evangelie geeft aan dat het om concreet licht gaat voor concrete mensen die echt in de duisternis zitten. Mensen wie er hart gebroken is, mensen die gevangen zitten in vooroordelen en angst. En mensen ook die in een belabberde woonsituatie moeten leven. Welzijnszorg vraagt daar deze advent heel bijzondere aandacht voor. Voor alle die in duisternis zijn gevangen, heeft God in Jezus een blijde boodschap. En die luidt dat er voor iedereen gerechtigheid, rechtvaardigheid is. We kijken uit naar die iemand die de mantel van de gerechtigheid draagt. Iemand die iedereen bij de hand neemt en ons allen meevoert tot goddelijke goedheid en liefde. En die iemand is, u raadt het al, dat is Jezus Christus. In de advent zien we uit naar Jezus. Het licht in ons leven, het licht voor de wereld. 4 weken lang zien we uit naar zijn warm licht, voor de meest kwetsbaren en de armen in onze samenleving. Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van welzijnszorg mag groeien. Opdat ieder mens kan thuiskomen in een goed en veilige woning.
Johannes is niet zelf het licht. Hij getuigt van het licht. Bij het aansteken van de derde kaars op onze adventskrans spreken wij onze goede wil uit om zelf getuigen te zijn van dat licht van Jezus. Om Gods licht te laten schijnen op situaties van onrecht en onverschilligheid. Laten we daartoe bidden. Heer onze God, Gij roept ons op in deze wereld om getuigen te zijn van uw licht. De derde kaars die we aanstaken is de kaars die getuigt van onze wil tot ommekeer. Maak ons gevoelig voor de minste van onze medemensen. Help ons inzien dat waar mensen elkaar dragen, Gij levend onder ons aanwezig zijt, door Christus onze Heer. Amen. Valt het jullie ook op dat je op straat steeds meer beeldelaars ziet? Nog maar een jaar of 5 geleden was het bijna ondenkbaar dat je die op straat zag. Tegenwoordig zitten ze met name in de winter in de hal van het station Leuven, waar ik deels woon. Zag je die arme stumpers vroeger alleen maar in grote steden zoals Amsterdam, Antwerpen en Brussel? Tegenwoordig zie je ze ook steeds vaker op het platteland. Het lijkt alsof dat niets te maken heeft met de lezing die we zo even hoorden. Toch is dat wel zo. Ga even met me mee. Na een dichterlijk intro verplaatst de schrijver, Johannes, zijn aandacht vrijwel onmiddellijk naar het Israël van toen. Naar Johannes de Doper. Die de komst van God, de Zoon van God, aankondigt. Die boodschap had toen een grote betekenis, maar vandaag is dat nog steeds het geval. Want Johannes heeft het niet alleen over de komst van Jezus, maar vooral over de positie van de mens in deze wereld. Onze positie die we innemen, want wij hebben invloed. Wij kunnen er ook voor zorgen dat het woord vlees wordt, dat het woord vlees wordt. Nou zeg ik het helemaal goed. Ik bedoel dat we onze woorden kunnen omzetten in daden van geloof. Het evangelie is geen ver van mijn bedshow, maar heel praktisch. Denk maar eens wat jouw rol is ten opzichte van verschillende categorieën. Laat ik er een paar noemen. De armen die vandaag te midden van onze rijkdom naar de voedselbank moeten om rond te komen. Onvoorstelbaar. De mensen wie er hart gebroken is omdat ze dierbaren hebben verloren aan die vreselijke corona of misschien ook wel andere ziektes. Bedelaars die, ik had het er net over, hun kostje bij elkaar moeten scharrelen en die steeds gewoner zijn in het straatbeeld. We zeiden het al, we denken ook aan mensen die onder de meest belabberde omstandigheden moeten wonen. Die soms de huur niet meer kunnen betalen en slachtoffer zijn van, zoals wij dat in Nederland uitdrukken, de huisjesmelkers. Het zijn allemaal zaken die we zo langzamerhand heel gewoon vinden, maar dat is niet alleen. We accepteren ongelijkheid alsof het niks is. We wennen moeiteloos aan de krantenkoppen en de berichten op tv. We tolereren vrij makkelijk grote en toenemende ongelijkheid en zien dat heel vaak als een normaal verschijnsel wat erbij hoort. En we accepteren moeiteloos mensen die zich macht toe-eigenen en het altijd voor het zeggen hebben, terwijl anderen die minder bedeeld zijn in geld of macht meestal aan het kortste eind trekken. De vraag is nu, wat zegt dat Christwoord, dat schriftwoord ons als christenen van deze tijd? Kunnen we daar wat aan doen? Ik dacht het wel. Als christen mogen we mensen zijn van de hoop die aangeven dat ons een andere samenleving voor ogen staat. Dat we samen met mensen in armoede onze stem verheffen en niet de dingen accepteren zoals ze zijn. Dat we
verzoberen in onze eigen levensstijl en een stukje van onze rijkdom delen met anderen. Er zijn genoeg doelen die jouw geld goed kunnen gebruiken met een gift, niet met een fooi. En in het algemeen dat de grote ongelijkheid wordt teruggedrongen. Dat is onze christelijke verantwoordelijkheid. Ook in onze gemeenschap, de Federatie Kortenberg, staat vandaag iemand die het licht is voor onze wereld, Jezus Christus. Hij is er in ons geloof. Van hem getuigen is een belangrijk teken van hoop voor ons allen. Niet alleen met het woord, maar ook met de daad. Dat is niet altijd even makkelijk, maar wel noodzakelijk. Laten we daarom bidden dat we dat woord gestalte kunnen geven. Amen. Steeds vroeger donker, de winter is in zicht. Alles keert zich naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht. Maar de tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht, geef licht. Voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. Zie de wereld om ons heen, zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien, dus geef licht, geef licht. Geef ruimte en geef uitzicht voor wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef. Geef licht. Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, hij geeft licht. Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is. Geeft licht, geeft licht. Dus geef de liefde een gezicht en geef, geef, geef. Geef, geef, geef. Geef licht. Geef licht. Hoop brengen in bange tijden. Recht laten geschieden waar veel onrecht is. Genezing voor wiens hart gebroken is. Bevrijding voor wie vastzit in oordeel en angst. Van mooie woorden zal het heus niet komen. Je weet wel, papier is geduldig. Door wijsheidsstromen vloeiden vele woorden. Massa's ideeën raasten door de geschiedenis. Zij die arm zijn, trekken nog steeds aan het korte eind. En rijken willen vooral rijker worden. Nee, de boodschap is dat ieder hoop mag putten, dat ieder vrede en vreugde en toekomst vinden mag. Het zal gebeuren dat een ongekende op zal staan, midden tussen jullie door zal lopen, angst en wanhoop met zich meeneemt en een spoor van licht en goddelijke vonken achterlaat. Geloof dat hij te kennen is in de kleine goede daden.
de zorg, het volgehouden mededogen, de blijdschap, de verwondering om het goede en het schone en waar hij aan kleine mensen recht verschaft. Laten we bidden. Jij die als een verre stem in ons bestaan weerklinkt, jij die ons roept om ons eigen heil niet te zoeken in eigen haard en huis, maar in de warmte en het onderdak dat we anderen kunnen bieden. Doe ons uw stem horen. Laat ons uw aangezicht zien in Jezus Messias, die als een weerloos kind ons leven is binnengekomen en die kleine mensen hoop heeft gegeven door bij hen te gaan wonen. Geef ons ook de genade, God, om klein en weerloos te worden als een kind. Dan zal er toekomst zijn en vrede voor iedereen op aarde. Vandaag reeds en alle dagen van ons leven, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we God om zijn zegen vragen voor ons allen en voor hen die het minder goed hebben dan wij. Mogen Hij met ons zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geef, geef, geef. Geef, geef, geef. Geef licht.